Jean-Pierre van der Velde, hoe gaat het met je hartslag? Ja, nu terug goed. Dus straks was het waarschijnlijk een beetje hoger dan normaal. Vooral de laatste 12 minuten en dan hebben we toch wel serieus afgezien. Tegen ook een goed spelend SK Londerzeel. Maar wij hebben het onszelf moeilijk gemaakt. We hebben 4-5 keren vergeten van af te werken. En als je met 3-1 komt en zelfs 4-2 komt, ja, dan moet je het volgens mij toch wel 3-4 keer scoren. Vooral, dat waren twee keren een fase bij dat je alleen voor doelman komt. Dat je kunt afleggen, dat je kunt scoren. En we scoren nog niet. Ja, dan zoeken we problemen. Hè. Ja. 83 minuten was er niks aan de hand. Het was 0-0. Dan valt dat goaltje. Hè. En dan, zoals je zei, slecht voor hardleiders. Hè, want Londerzeel zette alles op alles. Ja, die hebben natuurlijk die hebben powerplay gespeeld, zoals ze de tweede helft ook bij hun gedaan hebben. He, met die lange ballen en dan die grote jongens. Maar ik moet wel zeggen dat ze ook op dat ogenblik ons het zeer pijn gedaan hebben met Embarki. He, altijd die Embarki die daar, we wisten dat natuurlijk. Maar beste speler op lijn vandaag toch? Hè? Ja, alhoewel vond ik Redouge vond ik vandaag ook weer super zijn. In feite, allee, gans onze ploeg, want in feite, ik zou oneerlijk zijn, moest ik alleen maar Redouge noemen. Maar in feite, de beste speler was ons team. Als ik zie hoe dat die vandaag gespeeld heeft, hoe dat die gevochten hebben, hoe dat die elk duel waar ze kleiner waren, buiten Kev en buiten Julien, waren dan er allemaal kleiner. En dan moet ik wel zeggen dat we daar toch wel goed op gewerkt hebben. En ik moet ook zeggen, qua weerbaarheid, qua vechtlust, ja, qua tactiek hebben we vandaag toch een van de betere matchen gespeeld. En daar ben ik toch ook fier op. Ja, inderdaad. Zoals je zei, tweede helft kwam er meer ruimte, want Londerzeel gaf veel ruimte weg. Counter kwam er verschillende keren goed uit, maar dan die laatste pas, daar ging het telkens verkeerd. Ja, zoals je zei, de laatste pas of zowel een slechte intentie op dat ogenblik. En ja, zijn dat de zenuwen? Nee, want die fases maken we ook mee op training. Soms zeggen we ook op training, oh, maak dat af. Gebrek aan overzicht? Ik denk dat dat meer is, gebrek aan overzicht. Gebrek ook aan frisheid, want er waren toch wel een paar jongens die vandaag heel diep geweest hebben. Zoals Kaboom, die op een zeker ogenblik heeft heel diep geweest, Radu ook. Maar als die kans aan Radu heeft, die scoort wel. Die scoort wel. Daar ben ik zeker van. Want die kan zo nog op het einde zo fris zijn en voor doel komen en afwerken. Maar voor de rest, ja, komen we goed weg in de laatste 3-4 minuten met die bal op de paal. Wij ook wel eens op de paal, Dimbala. Ik denk wel, qua kansen en qua voetbal tweede helft, dat wij verdienen door te gaan. En op de twee matchen, zeker. Maar dit Londerzeel was ook zeer goed. Goeie ploeg. Ja, het zal tegen La Louvière worden en niet tegen Eendracht Aalst. Ben je daar wat ontgoocheld over? Ontgoocheld enerzijds niet, want ja, je weet dat ook, een derby tegen Eendracht Aalst, dat is altijd gevaarlijk. Het is altijd sfeer. Vol huis, ja. Maar ja, als je voor de match onze uitslag ziet, dan zit hij van Eendracht Aalst, dan zeg je, oh, wij moeten oppassen. En Eendracht Aalst, ja, die gaan dat wel halen. Daarna zie je de voetbal. Je hebt ook vandaag gezien, we moeten 2-3-0 voorstaan. Het blijft 0-0. En dan moet je nog alle hens aan dek halen om het te halen. En dan zie je ook Eendracht Aalst vandaag. 3-1. Ja, La Louvière geen cadeau, hè? Want in de competitie hebben we er 1-6 tegen gehaald. Dus het zal een moeilijke wedstrijd worden. En ik vond ook hier thuis dat ze sterk waren. Voetbaltechnisch, snelheid en ook gestalte. Dus het zal zeker een serieuze waardemeter worden. Tuurlijk, ja, had ik ook liever gehoopt op Eendracht Aalst natuurlijk. Maar daarna zie je ook, mogen het varkentje nooit niet gaan... El van de Beren niet verkopen voordat je geschoten hebt. Dat is beter, dat is juist. Dat varkentje, dat moet ook zoiets zijn, zeg, maar ik denk dat uw dingen beter is. Maar ja. Goed, laat ons hopen op een goede afloop. Zondag 2 belangrijke wedstrijden. Club Brugge Anderlecht, La Louvière, FC Dender. Laat ons hopen dat Blauw-Zwarte 2 keer haalt. Ah, dat zou een droom zijn. Hè. Een droom voor jou en een droom voor ons. Hè. Een droom voor jou, omdat club en ook FC het haalt. Hoewel het zondag nog niet gedaan is. Maar we zouden moeten zeker een goede uitgangspositie hebben. Dat zouden we zeker moeten hebben. Liefst een doelpunt scoren op verplaatsing. Een doelpunt scoren op verplaatsing. Je ziet ook dat we vandaag toch wel 6-7 kansen afgedwongen hebben. Verleden week juist hetzelfde. 7-8 kansen. En dan zie je wel dat de afwezigheid van Casagol dat toch wel doorweegt. Hè? Tuurlijk. En dan, ja.
Maar ik ben toch blij dat je zonder die twee tenoren speelt, zoals we gaan ze weer alleen noemen. Je hebt er één van genoemd. En dat je dit kunt brengen, ja, dat is toch teken dat die ploeg toch wel sterk is. En, ja, ik heb het al gezegd, verleden week, de eerste tijd, is best wat ik gezien heb in derde klas. En ik heb veel matchen gezien van veel ploegen. De eerste tijd was super. Vandaag was zo goed niet een tijd. Maar vandaag hebben we meer moeten strijden en dat is ook een pluspunt. Dus ik denk dat ik toch dat we klaar zijn, dat moet ik wel zeggen. Alleen, ja, 7 gele kaarten op dit ogenblik. Dus dat wil zeggen dat we moeten oppassen in de eerste wedstrijd tegen Labbeveer. Oké, okay, we kijken er naar uit en we wensen jou heel veel succes, Jean-Pierre. En we hopen dat de kwalificatie mag plaatsvinden voor FC Dender. Dankjewel.